Ja, ik heb zojuist op advies van de gemeente Amsterdam ga ik een nieuwe aanvraag indienen voor Daniel. En die zal dan met spoed in behandeling genomen worden. En we hopen dat dat dan tot een goed resultaat kan leiden. En in ieder geval tot zijn invrijheidstelling. Dat was eerder vanmiddag, toen Daniels advocaat net van de gemeente had gehoord dat zij een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning kon indienen. De in Amsterdam geboren en getogen Daniel zat weken vast in een detentiecentrum in Rotterdam, nadat hij werd opgepakt omdat hij geen geldig paspoort heeft. Volkomen onterecht, aldus een advocaat. De omstandigheden daar zijn echt zwaar. Je zit gewoon in detentie terwijl je niks hebt gedaan. En je hebt eerst een normaal leven, je gaat naar school. En van het een op andere moment zit je vast alsof je een crimineel bent. Dat is vreselijk. De roep om zijn vrijlating werd de laatste dagen steeds luider. Een petitie werd tienduizenden keren ondertekend. En er kwamen vragen van raadsleden, kamerleden en bekende Nederlanders. Ook burgemeester Halsema sprak zich gisteren uit tegen zijn vastzetting. Ik heb gisteren de berichten ook met afschuw gelezen. En ik ben het ook eens met het oordeel dat Daniel niet thuis hoort in detentie. Het gaat om een Amsterdamse jongen die zou moeten studeren op dit moment. Halsema nam contact op met de staatssecretaris en de immigratiedienst. Dat leidde er volgens de advocaat toe dat ze vanmiddag een nieuwe aanvraag kon indienen die met spoed werd behandeld. Kort daarop werd Daniel vrijgelaten, maar volgens zijn advocaat is hij er daarmee nog niet. Stap 1 is hem zo snel mogelijk vrijkrijgen, zodat hij de beroepsprocedure in vrijheid af kan wachten. Hij heeft een vast adres, hij kan zich melden, zal zich daaraan houden. Dat is stap 1 en daarna proberen we natuurlijk ook een verblijfsvergunning voor hem te verkrijgen.